Nou mensen, ik ben zojuist gearriveerd. 333 Bornse Straat in Almelo. De Karelskamp. En hier zit Huig. Ik weet eigenlijk nog niet zoveel. Ik ga eerst maar even naar binnen. Ik ga even vragen om geld af te geven, zodat hij belkaarten kan halen. En dan denk ik. En dan kijken we wel eventjes verder hoe of wat. Ik hou jullie op de hoogte. Almelo vandaag, Vriehuigplug. Jolanda is bezig met een actie om vliegtuigen de lucht in te krijgen zaterdag. Ga naar GoFundMe en we proberen een mooie actie voor Huig op te zetten. Ik hou jullie op de hoogte. Niet vergeten. Ja, goedendag mensen. Nou, ik heb zojuist ben ik even naar binnen geweest om te vragen om geld te storten. Ik had cashgeld bij me. Naam is niet aan. En oké, dat kan. Toen heb ik gezegd, nou ja, ik wil het ook overboeken. Hebben jullie een pinapparaat? Nee, dat lukte ook niet. Toen heb ik gezegd, nou ja, ik wil het wel overboeken, maar hoe werkt dat dan? Kreeg ik een formulier en daar stond in van, ja, je moet naam en registratienummer opgeven. Ik zeg, nou ja, wat is dan het registratienummer? Toen zei ze, ja, dat geven we niet vrij in verband met privacy. Ik zeg, ja, nou moet het toch niet gekker worden. Hij zegt, ja, dat moet via de advocaat. Dus ik heb net de advocaat gebeld. Ik zeg, ik moet nu dringend, moet ik weten, wat is dat registratienummer? Dit is de wereld op zijn kop. Die hele privacywet is gewoon helemaal bullshit, is het. Ik wil nu per direct met Huig gaan bellen wat de toestand is. Want dit gaat alle paal en perk erbuiten. Ik hou jullie op de hoogte. Ik sta hier in Almelo. Kijk eens! Wie is daar? Ja, hier is de rat weer. Ik ben eerst heb ik een stukje gekropen vanuit het binnenhof. En mijn klauwen waren een beetje moe geworden van al wat gekruip door die riolen heen. En dat werd ook op een gegeven moment was ik er bij een tankstation. En daar kwam ik nog iemand tegen. En die ging ook deze kant op. Ik dacht bij mezelf, nou, ik heb hem gevraagd, kan ik dan niet mee in de achterbak? En daar moest ze even over denken. En toen mocht het. Ik helemaal blij. Dus ik ben in de achterbak gaan zitten. Gelukkig ben ik weer eruit gekropen, want het was al aardig wat uurtjes in die achterbak. Ja, maar ik ben hier om Huig Plug te ondersteunen. Dus, met z'n allen, Free Huig Plug. Zo is het, Rad. Zo is het. Nou mensen, we staan in Almelo. We hebben zojuist geprobeerd bij een bedrijf op strategische punten lichtreclame te zetten. Dat had een grote kostenpost, was dat. Bij GoFundMe. Dat is de actie van Jolanda Vlaskamp. Maar we kregen zojuist te horen, wegens motiverende redenen wil het bedrijf er niet aan meewerken. Dat is natuurlijk wel heel apart eigenlijk. Wij wilden eigenlijk op de lichtborden hashtag Vriehuigplug langs de snelwegen zetten. Maar het bedrijf wilde niet aan meewerken. Dat is eigenlijk de conclusie. We gaan verder zoeken. Tot ziens. Ja, de Karelkamp, 5 voor 1. Er zijn al wat mensen gearriveerd. Ik heb zojuist de advocaat gesproken. Ik heb het registratienummer heb ik binnen. Nou ja, nu gaan we geld overmaken op die rekening. Maar die advocaat zei al, van Huig, ja, als het kan zijn dat hij vandaag nog niet kan bellen, want dat moet eerst verwerkt worden. Dus ja, het is een drama-systeem, is het. Wij leggen slechts vast hoe slecht het geregeld is, hoe mensen monddood gemaakt worden. En dit is Nederland in november 2021. Het zonnetje begint te schijnen, maar het is eigenlijk een hele droevige dag. Ik hou jullie voor de rest op de hoogte.